Hallo mensen, in deze video zal ik het hebben over de firmware update 1.70 voor de PlayStation 4 en wat deze allemaal inhoudt. Dat allemaal na de intro. Hallo mensen, in deze video zal ik dus hebben over die 1.70 update waar Sony het nu al eventjes over gehad heeft en verschillende nieuwswebsites ook. En wat deze dus allemaal inhoudt en wat ik ervan vind op het einde van de video. De 1.70 firmware update zoals Sony het noemt is dus een update, een system update voor de PlayStation 4. Die veel extra functionaliteiten toevoegt aan de share functionaliteiten van de PlayStation 4. De reden waarom ik voor een simpele update een video maak, is omdat sommige van deze changes 1. Effect hebben op mijn kanaal, en 2. dat dit toch wel grote functionaliteiten zijn die echt wel het noemen waard zijn, en waar veel mensen waarschijnlijk wel iets gaan hebben, zeker YouTubers. De eerste functionaliteit, en degene die mij het meest interesseert, zoals jullie weten, momenteel als je een video hebt opgenomen met je PlayStation 4, kan je die alleen maar sharen naar Facebook voorlopig. Maar na de 1.70 update die woensdag 30 april uitkomt, zal je deze ook kunnen exporteren naar een USB apparaat zoals een USB stick of een USB externe harde schijf, dat soort dingen. Waardoor het dus mogelijk is om met die video veel meer te doen dan dat, en die in mijn geval bijvoorbeeld mij toelaat om de video zonder die kwaliteitsverlies die je hebt als je het naar Facebook uploadt, naar mijn computer te zetten en dat bijvoorbeeld als gameplay te gebruiken. Tweede voordeel daaraan is, ik zit met een internetcap en ik zit daar regelmatig dichtbij. Dus ik kan die share functionaliteit niet al zoveel gebruiken, want het zou mijn internet te veel opslorpen als ik hele playthroughs of zo zou doen langs die share functionaliteit. En nu gaat dat dus wel, omdat ik geen internet nodig heb om dit te kunnen doen. Dit betekent dus inderdaad dat jullie op dit kanaal veel meer PlayStation 4 gameplay zullen beginnen zien in de toekomst. Nu al een aantal weken of zelfs maanden heb ik zeer veel PC gameplay gebruikt, om simpelweg dat PS4 gameplay wel te veel internet opsloopt en van slechte kwaliteit is door al de Facebook compressie en zo. En PS3 wel, ik zit een beetje met de gedachte van wie interesseert zich nu nog in PS3 gameplay, niet zo heel veel mensen. Dus dacht ik van ik kan even goed wat PC gameplay zoeken. Maar helaas, PC gameplay is niet iets wat ik lang zou volhouden. Om de reden dat, wel, zoals velen van jullie weten, de serieuze games, de meest echt serieuze en dure games, koop ik voor mijn PlayStation 4 momenteel, of mijn Vita. En niet echt voor de PC. Dus mijn keuze van PC games zijn vooral gratis games of games van vroeger. En ik zou dus snel games tekort komen om variatie in te brengen in de gameplay. Als tweede uitbreiding is de video editor die al in de PlayStation 4 soort van aanwezig is, is deze sterk uitgebreid. Zullen er onder andere transities onder video's kunnen aangeschakeld worden. Er muziek onder zetten, daar ga ik het straks nog over hebben. Effecten opzetten en dat soort dingen. Zelfs voice commentary toevoegen na het opnemen zal ook kunnen, daar ga ik het ook nog over hebben. Dus een veel betere video editor. Ik heb er foto's van gezien en het ziet er mooi uit voor een console video editor. Maar naar mijn persoonlijke mening, als je, denk ik dat de meeste mensen toch nog liever op hun PC gaan editen. Maar again, het is handig voor die mensen die dit soort dingen niet zoveel doen en waarvoor zo'n zeer basic editor genoeg is. Is het dus wel mooi dat de editor iets beter wordt. Want die dat we nu hebben is eigenlijk wel vrij useless. Je kan er eigenlijk alleen maar mee knippen en dat is het. De volgende functionaliteit, of eigenlijk meer verandering, is vooral interessant voor mensen met een HDMI capture card, of die dat al hebben toch. Of voor mensen die liever met een capture card willen opnemen, dat dat toch waarschijnlijk nog altijd betere kwaliteit zal zijn in de meeste gevallen dan de ingebouwde share functionaliteit van de PlayStation 4. Er zal een schakelaar komen om de HDCP protectie uit te schakelen. Wat dat is de protectie die ervoor zorgt dat je een PlayStation 4 niet rechtstreeks via de HDMI port kan opnemen. Dezelfde protectie zit ook in de PlayStation 3 en nu zullen die dus kunnen uitschakelen, waardoor je met een capture card nu zal kunnen opnemen, of toch als de update uit is. Iets wat je vroeger niet kon zonder een of ander raar tussenbakje te kopen, wat
naar mijn zin de kost van, nou ja, de kost voor dat soort dingen aanzienlijk verhoogde en een beetje hetgeen dat mij tegengehouden heeft van zo'n optie uit te voeren. Op mijn kanaal heeft deze functionaliteit voorlopig niet zoveel invloed, aangezien dat ik de share functionaliteit van mijn PS4 plan te gebruiken waarschijnlijk. Maar voor in de toekomst kan het misschien nog wel invloed hebben als ik zeg van oké, ik heb een goed aantal subscribers, ik vind het rechtvaardigd om betere kwaliteit te leveren en daar het geld in te steken, dan kan dat wel zeer handig uitkomen natuurlijk, maar voorlopig denk ik wel dat de share functionaliteit van mijn PS4 genoeg zal zijn. Nu, zoals ik daar juist al zei, kan je nu muziek toevoegen aan video's na je ze hebt opgenomen. Dit maakt mij curious voor iets. Zoals sommigen van jullie weten, de PS4 momenteel speelt geen video- of audiobestanden af. Deze functionaliteit doet mij een beetje aan denken of we binnenkort misschien die functionaliteit ook weer erbij krijgen. Aangezien als je het op je PS4 kan zetten, zou ik het ergens maar logisch vinden dat je het kan afspelen ook. Maar je weet maar nooit. Dus ik denk dat deze update niet zo ver weg kan zijn als je dit bekijkt. Ook zal je vanaf deze system software de mogelijkheid hebben om gepreorderde games te pre-downloaden. Wat dat dus betekent is, als je een spel gepreorderd hebt, dat je bijvoorbeeld kan zeggen van begint dat spel al te downloaden zonder dat ik daar iets moet aan doen. Dus dat het spel begint te downloaden vanaf het uit is. Dat is handig bijvoorbeeld als het spel uitkomt 3 uur in de namiddag op een dinsdag. En jij bent bijvoorbeeld naar school, dan kan het spel al gedownload zijn eer jij thuiskomt. En dat kan dus op die manier zeer handig zijn. Voor mij persoonlijk heeft dit weinig effect, aangezien dat ik games bijna altijd koop op disk. Behalve als ze natuurlijk niet verkrijgbaar zijn op disk. Dus op mij heeft het in feite niet zoveel invloed en ik koop games ook zelden op launch day. Dus, voor mij heeft het niet zoveel invloed, maar desalniettemin wel een zeer mooie update. Sony brengt vele van deze nieuwe functies onder de naam Share Factory overal uit. En ze smijten veel de naam Share Factory rond. Dus ik zit een beetje mee af te vragen van, gaat dit alles nu een apart programma zijn op de PS4? Dus dat niks te maken heeft met die Share button. Of zal het de huidige video editor vervangen die we nu hebben? Als je bij het share menu komt en je drukt op de video editor, zal dat vervangen of is dat een apart programma dat je moet opstarten? Ik ben een beetje curious van wat ze nu eigenlijk bedoelen met Share Factory. Of is dat misschien gewoon een slogan, maar ergens betwijfel ik dat het er gewoon een slogan is, want Sony geeft zelden slogans aan gewoon updates, geen enkel bedrijf naar mij weten. Dus ik zou het maar een beetje vreemd vinden. Ik heb het gevoel dat die Share Factory iets is, maar ik ben nog niet 100% zeker wat ze er nu eigenlijk mee bedoelen. Nu, mijn persoonlijke mening van deze update. Ik ben zeer blij dat deze update er eindelijk aankomt. Ik ben zeer blij dat we nu eindelijk een datum hebben en dan nog eens dat die niet ver weg is ook. Zoals velen van jullie weten, ik zit al lang te wachten op deze update, want ik wil echt doodsgraag wat meer gameplay van de PS4 doen en misschien zelfs weer wat PS4 playthroughs zelfs opstarten of gewoon let's play, dat zie ik nog wel. Dus dat ik meer kan doen met een PS4 op YouTube vlak, want voorheen lag dat zeer moeilijk. Dat is nog niet volledig perfect mogelijk, aanzien ik heb geen echte headset bedoeld voor de PS4. Ik heb alleen maar headsets en microfoons die bedoeld zijn voor de PC. En die werken wel, maar de kwaliteit komt vreselijk uit op die share video's. Ik weet niet of dat ligt aan het feit dat het PC-microfoons zijn, of aan het feit dat die share functionaliteit gewoon geen de voice commentary niet goed opneemt live. Dus ik weet niet goed welk van de twee het probleem is. Ik zou daar eens wat meer onderzoek rond moeten doen. Of als jullie het weten, zeg dat zeker in de comment section, want dat is echt iets waar ik al lang mee bezig ben. Dus ik zit nog altijd ergens met een probleem, maar de gewone gameplay, dus zonder voice commentary, om onder bijvoorbeeld deze commentaries te zetten, dat zou perfect mogelijk moeten zijn. Dus ik zit al zeer lang te wachten op deze update, ik ben zeer blij dat Sony dit eindelijk doet. En ik hoop nog veel van dit soort grote updates te zien komen naar de PS4, want tot nu toe, PS4 updates, het is een beetje mager geweest, vooral bugfixes en zo. Maar natuurlijk, dat valt ergens wel te verwachten vlak na lancering, dat ze meer bezig zijn met bugs fixen dan eigenlijk met grote functies.
Ik hoop alleen dat het weer niet wordt zoals bij PSP bijvoorbeeld. Dat is daar het bekendste geval van. Dat er, ik weet niet hoeveel updates zijn, maar dat 3/4 daarvan gewoon bugfixes zijn. Ik heb niks tegen bugfixes, maar bijvoorbeeld bij de PC werd het, bij de PSP werd het een beetje overdreven. En ik hoop dus dat, dat de system updates meer zijn zoals de update die we woensdag kregen. En minder zoals die dat we bij de PSP vooral gehad hebben. Verder ben ik hier klaar met mijn video. Ik heb mijn mening gegeven. Ik heb de update uitgelegd. Ik heb jullie ook een opdrachtje gegeven, namelijk om mij te helpen met dat hele headset met een PS4 gedoe. Dus nu rest mij alleen nog maar om tegen jullie te zeggen. Tot volgende keer.